Slapeloze nachten voor ondernemers nadat er op sociale media is opgeroepen om winkels te plunderen in Rotterdam en Tilburg. In Rotterdam werden sommige zaken zelfs dichtgetimmerd om te voorkomen dat plunderaars zouden binnendringen. In Amerika zijn ze al bezig. Er wordt op agenten geschoten. Er worden mensen in elkaar geslagen. Er worden winkels leeg geplunderd. En hier moet het ook gebeuren. Want rellen gaat niet helpen. Bij een brug staan en roepen Black Lives Matter. Help, maar ook weer niet. Je weet toch? Wij moeten gehoord worden. We zijn in de meerderheid. De overheid is in de minderheid. Daarom bij deze is mijn brug, mijn boodschap, peurtjes begonnen. Meneer Aerts, u heeft gisteren tijdens het vragenuurtje hier vragen over gesteld, hè, aan minister Grapperhaus. Wat wilt u eigenlijk precies van de minister? Nou, het is heel duidelijk wat ik wil. Op dit moment liggen er ondernemers 's nachts wakker uit angst dat er hun winkel geplunderd gaat worden. En heel eerlijk, ik vind dat dit soort gasten 's nachts wakker moeten liggen, omdat ze weten dat de volgende ochtend er een politieagent op de stoep staat om hem van zijn bed af te lichten. Omdat als je dit soort filmpjes plaatst of oproepen tot plunderingen plaatst, ja, dat mag niet onbestraft blijven. Die mensen moeten we gewoon aanpakken. Ze hadden afgesproken, of dat was de oproep, om afgelopen zaterdag te verzamelen in Rotterdam om 4:00. Dat is niet gebeurd. Er zijn geen plunderingen geweest. Waarom is het dan toch van belang om hierop in te zetten? Omdat het een enorme angst onder ondernemers zaait. En je bent ook totaal machteloos. Hè? Ik bedoel, als jij je winkel hebt staan en er komt in één keer 20 man binnengelopen, ja, daar kun je jezelf niet tegen verdedigen. Dat is verschrikkelijk. Mm-hmm. En die angst alleen al dat er wordt opgeroepen om jouw winkel, vaak jouw levenswerk als ondernemer, om die te gaan plunderen. Ja, dat is verschrikkelijk. Daar moet je nachten van wakker liggen. Volgens mij kunnen we ons bijna niet voorstellen hoe dat moet zijn. U wilt dus dat deze mensen die oproepen doen, dat die van hun bed gelicht worden, dat die worden aangepakt. Wat is daar dan voor nodig? Wat doet de politie nu niet wat ze wel zouden moeten doen? Nou, ik wil een groot compliment aan de politie geven. Hè, want die zijn gelijk samen met die ondernemers aan de slag gegaan. Ze hebben 's nachts door die winkelstraten heen gelopen. Maar dat is natuurlijk niet de oplossing. Want ja, als dit straks op meerdere plekken gebeurt, ja, de politie kan moeilijk heel nachtenlang door de lege winkelstraten heen gaan lopen om te kijken wat er gebeurt. Dus je zult op internet, op social media, moeten kijken wie zit er achter je accounts. Wie is die gast op dat filmpje? En die moet je volgens mij met lik op stuk 's ochtends van zijn best aflichten. Zodat jij s'avonds denkt onschuldig. Ik plaats even een berichtje. Want dat vind ik wel heel stoer. Ja, dat je gelijk de volgende dag merkt. En dat je van je bed af wordt gelicht. Daar wordt nu niet genoeg op ingezet? Nou, het is heel erg lastig om goed te vinden wie er achter die accounts zitten. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we dat mogelijk maken. Dat we ook met die social media partijen dat we zorgen dat we heel snel die gegevens krijgen als je dit soort oproepen plaatst of deelt. Want het is niet onschuldig. Mensen liggen hier nachtenlang wakker van. En we moeten gewoon heel duidelijk zijn. Dit tolereren we niet in Nederland. Justine, wat denk jij als je die beelden ziet? Van zo'n oproep dat al ja, het is natuurlijk enorm extreem asociaal. Ik vind het ook jammer dat hij het betrekt op de Black Lives Matter, wat er natuurlijk helemaal niets mee te maken heeft. Nee, dit is gewoon asociaal. Natuurlijk alleen wel in andere landen gezien dat die demonstraties uitliepen op. Ja, dat is doodzonde, want dat, ik ben altijd voor een open gesprek. Het lijkt me heel ingewikkeld om deze mensen inderdaad. Je kan met Facebook en met iedereen wel samenwerken, maar we hebben ook nog zoiets als privacy. En niet alles is even openbaar. Maar ik denk wel dat er wordt natuurlijk al heel veel gemodereerd, dus berichten gecheckt. Ik denk dat het heel ingewikkeld is om dit soort mensen op internet op te sporen en inderdaad van hun bed te lichten. Ja, dus heel kort, meneer Aerts, dan wat wilt u dan nog nu? Dat er moeten er meer bevoegdheden komen voor de politie, zodat ze dit wel kunnen modereren en achterhalen? Nou, ik heb gisteren inderdaad gevraagd aan de minister van, ik ga nou eens goed kijken naar die bevoegdheden, hè? Want we hebben dit gezien 2 weken geleden in Tilburg. We hebben het afgelopen week in Rotterdam gezien. Er zijn afgelopen tijd wel geteld 0 mensen nog opgepakt. 0. Ja, ik vind dat niet kunnen. Die mensen hebben vaak een profiel online. Die delen dat open en bloot. Nee, die meneer maakt ook niet echt maakt zich ook niet echt zorgen om zijn privacy, zal ik maar zeggen, met dat filmpje. Dus ik vind gewoon dat we daar echt wel bovenop moeten zitten. Want dit veroorzaakt zo verschrikkelijk veel angst bij ondernemers. Het is alleen al heel veel werk om alle 10... alle accounts natuurlijk te checken van waar zijn deze filmpjes, wie plaatst deze filmpjes. Ja. Ja. Ik denk dat daar gewoon echt wel heel veel mankracht voor nodig Laten is. Laten we hopen dat er snel aanhoudingen zullen volgen. We gaan